Dat kunstwerk heeft ook al elders gestaan. Klopt. En waar was dat? Het was in Amsterdam tijdens het Amsterdam Light Festival. En daar heb ik hem neergezet in samenwerking met een groep studenten van de Universiteit Twente. Onder leiding van Vanessa Evers. Professor, dokter Anders Huppeldepup of zo. Het was natuurlijk een groot festival, Amsterdam Light Festival. En ja, als het goed is zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen langsgelopen. En dat is een heel groot publiek. Wij hebben een ontwerp gemaakt van almeloze ruitjes. Almeloze wiebertjes, zoals dat heet. En die maken we van ledverlichting. Dus we maken eigenlijk heel veel ruiten op het kunstwerk. Die we apart kunnen aansturen. En zo laten we het kunstwerk tot leven komen. Dit is een ledstrip. Gewoon een standaard waterdichte ledstrip. En die maken we op maat. En die kunnen we straks aansturen. Als geheel. Wij proberen die ledverlichting vast te maken. Maar dat is een hele klus. Ja, dat zie ik. Het wordt een bepaald patroon, hè? Een heleboel creativiteit in je. Ja, dat kun je wel zeggen. Aankomende zaterdag is inderdaad hier de opening. En zondag doe ik een gedeelte van de dansroute. En hier zal dan ook hiervoor een dans ook plaatsvinden. Dus bij dit kunstwerk. Dus in het kader van Almelo op Rabat of zo. Wat kunnen we dan straks zien? Dan zien wij een soort golf die uit het water komt. En waaruit hoofden... Waar hoofden aan zitten die handkusjes geven. En dat symboliseert het liefst uit Almelo. Ze zijn het licht aan het aanbrengen. We hebben een soort een lichtvoorstelling in. Zijn plan om erin te bouwen en daar zijn ze mee bezig. En dat kippengaas, waar is dat toch in godsnaam voor? Nou, dat is eigenlijk een makkelijke oplossing. Eigenlijk moeten er nog meer binnenplaten in. Bij nader inzien was kippengaas gewoon makkelijker. En goedkoper om het in te bouwen. Daar buitenom komen polycarbonaatplaten. En die laten het licht mooi door. Diffusie door. Dus niet dat je echt puntjes ziet. Maar mooie diffuus licht. Zeg maar. In kleuren. Maar ik zeg nog niet wat er gebeurt. Dat is, als die klaar is, dan zullen jullie vanzelf wel zien. Wat voor lichtvoorstelling er ontstaat. Ja, want wanneer wordt dit prachtige kunstwerk onthuld? Het wordt zaterdag de 9e, meen ik. Om 2:00 middags wordt dat onthuld. Dus. En dan kunnen wij in Almelo een hele tijd hiervan genieten. Tot hoe lang blijft dit hele kunstwerk hier? De planning is tot 31 december. Nou, het Krikkehaar is een van de 13 huizen die het Nivon heeft in Nederland. We hebben 13 huizen en een aantal kampeerterreinen. En de huizen van het Nivon is vrij voor leden en niet-leden om een dag of een nacht of een paar nachten of een paar weken zelfs te overnachten. Het zijn rustige plekken, het zijn mooie plekken midden in de natuur. Dus het is een goede plek om te verblijven. En wat belangrijk is natuurlijk, het is niet duur. Het Nivon staat voor Instituut van Volksontwikkeling en Natuurvrienden. Het Nivon is opgericht door Koos Vorink en Piet Voogd in 1924. Beetje naar aanleiding ook van eerder is toen de AJC ook opgericht. Een beetje daaraan. Men had behoefte aan ontwikkelingsmogelijkheden voor... wat toen nog heette de arbeider. En dat is ook met de leden, hè, de arbeidersleden, is het huis gebouwd. Dus met de timmerman, met de metselaar, met de mensen die wisten hoe je een huis moest bouwen. Want dat was de enige mogelijkheid. Het heeft de Almelo Allee met Krikkenaar te maken? De Almelo Allee heeft in zoverre wat met Krikkenaar te maken, dat ze het startpunt is dit jaar... Voor de actie 24 september van Almelo Allee. Dus de mensen komen met de bus vanuit de Almelo stad hierheen. En vanuit dit punt. En dit is dan het startpunt dat ze de wandeling weer terugmaken. Of de wandeling maken in het kader van Almelo Allee. Ik mag u een cadeautje aanbieden. Ik heb een instapkaart dat u iemand mag uitdagen om mee te wandelen, fietsen of hardlopen om met de Almelo Allee mee te doen. Wie daagt u uit? Nou, het lijkt mij goed dat onze penningmeester Erik Nicolaas
Die, volgens mij kan hij wel wat beweging gebruiken. Dus bij deze wil ik hem opdragen aan onze penningmeester Erik Nicolaas. Mooi, dan krijgt u de kaart. En wil ik u hartelijk danken voor dit interview. Graag gedaan. Verloskundigen Astrid Schelvis en Tamara ten Brinke van het ZGT organiseren dinsdagavond een benefietdiner in Eetkamer op de Proef van Nico Rikhoff. De opbrengst gaat naar Stichting Make a Memory. We hebben vanavond een diner voor een goed doel. Astrid en ik gaan samen de Mont Ventoux beklimmen voor Stichting Make a Memory. En hebben we vanavond een diner voor. Nee, de diner, de opbrengst gaat naar de stichting Make a Memory. En Make a Memory is een stichting die foto's maakt van overleden of ernstig zieke kindjes. En Astrid en ik zijn allebei klinisch verloskundigen. Dus helaas komen wij af en toe in aanraking met overleden kindjes. En dan bellen we stichting Make a Memory en die maken dan foto's en dat kost de ouders niks. En voor die stichting gaan wij dus de berg op en dan moeten we sponsorgeld meenemen. En daar is de bedoeling dat de opbrengst van het diner gaat naar die stichting. Nou, Make a Memory is een stichting die me letterlijk aan het hart gaat. In de zin van, ze doen goed werk voor ouders waar een kind vroegtijdig komt te overlijden. Eigenlijk kinderen horen niet te overlijden. Daar voel ik mij betrokken bij. En vanuit het idee, wat kun je nog voor ouders doen? Probeer ik nog beelden te leveren die een dierbare herinnering opleveren. Zodat het kind toch nog een plekje krijgt in de wereld waar het kortstondig is geweest. Eigenlijk zeg ik altijd heel vaak van, wat ik kom doen is, ik probeer de liefde tussen jullie en je kind nog een keer te vangen. En vanuit dat principe vallen de emoties natuurlijk op zijn plek, maar die mogen er zijn en moeten er zelfs zijn op dat moment. En gaandeweg ontstaan de beelden. Ik kom in de meest intieme momenten van mensen terecht. Ja. En dat probeer ik dan op die manier toch nog een bijdrage te leveren. En wel zo onopvallend mogelijk. Gaat u naar het huis van de kindertjes toe? Dat hangt er vanaf wat de ouders willen. Het protocol loopt altijd via het ziekenhuis. En dat betekent dat het ziekenhuis aanbiedt dat er mogelijkheid tot fotografie is. En meestal is dan de opnames die zijn in het ziekenhuis. Make a Memory is een landelijke stichting. Gestart ongeveer, volgend jaar bestaan we 10 jaar. Thank you.
geleden. En daarom, en omdat Ruud en Karin samen 20 jaar geleden Shamrock zijn begonnen, daarom zijn wij hier. Hier wil ik nog iedereen bedanken en voor de leveranciers. Kijken, we hebben allemaal meer familie, vrienden, muzikanten, DJ's, geluidsmannen, mensen die video's maken. We willen natuurlijk alle personeel zijn we hartstikke blij mee. De eerste drie mensen werken al meer dan 19 jaar bij de Shamrock. Buurtbemiddeling Almelo bemiddelt bij ruzies tussen buren en bewoners. Iedereen die ruzie heeft met de buren kan bij ons terecht. Wij geloven dat buurtbemiddeling werkt. Buurtbemiddelaars hebben geen belang, maar willen u helpen bij het ondersteunen en begeleiden naar een oplossing,
zodat u weer prettig kunt wonen en geen ruzie heeft met de buren. Het is beter om eerst buurtbemiddeling in te schakelen voordat je andere instanties gaat bellen. Dat kan weerstand oproepen bij bewoners en dat is een slechte start voor het oplossen van het probleem. Goedemiddag, u spreekt met Jolanda Borgreven, buurtbemiddeling Almelo. Buurtbemiddelaars zijn mensen zoals jij en ik. Die komen gewoon langs en vragen wat er aan de hand is, hoe wij mee kunnen helpen om het op te lossen. Buurtbemiddelaars hebben, voordat ze op pad gaan, een training gevolgd om de kneepjes van het vak te leren. Ik zou graag van jullie willen weten wat er nou precies aan de hand is. De buurtbemiddelaars gaan altijd met z'n tweeën op pad, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen tijdens het gesprek. Ja, ik ben echt blij dat jullie er zijn. Met z'n tweeën hoor je en zie je meer dan alleen. Ook is het prettig dat één bemiddelaar de vragen stelt en de ander kan kijken hoe erop gereageerd wordt, non-verbaal. Buurtbemiddeling Almelo belt aan en vertelt dat er een melding is van de buren van overlast. Maar dat ze graag ook hun kant van het verhaal willen horen, en dan zie je dat mensen ook heel graag hun verhaal willen vertellen. Het is heel belangrijk voor mensen om niet meteen beschuldigd te worden, maar hun kant van het verhaal mogen vertellen zoals zij het ervaren. De bemiddelaars zijn niet partijdig en blijven neutraal. Ieder mens ervaart en beleeft de situatie anders en daar hebben bemiddelaars begrip voor. Het is zo belangrijk om mensen hun verhaal te laten vertellen om te kijken wat er nou eigenlijk fout is gegaan en wat er precies aan de hand is. Je ziet vaak dat ruzies uit de hand lopen en mensen eigenlijk niet meer weten waar het ooit mee is begonnen. En dat proberen bemiddelaars naar boven te krijgen. Buurtbemiddeling Nederland is opgericht om de leefbaarheid tussen bewoners te verbeteren. Dat kun je door allerlei officiële instanties laten doen, maar het is veel beter om als buren zijnde met elkaar in gesprek te gaan en daar getrainde bemiddelaars bij te laten helpen. Je kan het zien als een vorm van burgerparticipatie om ervoor te zorgen dat we allemaal prettig wonen. Prettig wonen is zo belangrijk. Naast eten en drinken is ook dat een basisbehoefte. Hebt u oneenigheid met de buren? Laat het niet uit de hand lopen. Neem contact op met Buurtbemiddeling Almelo.